Bereid je samen met Stefanie en Colruyt voor op de feestdagen. En laat je inspireren met makkelijke, lekkere en haalbare recepten. Daar word ik echt gelukkig van. Van comfortfood tot echte klassiekers. Het ruikt al fantastisch. Zo heb je alle ingrediënten in huis. En weinig stress. Voor heerlijke feesten. Er is eigenlijk niks dat meer kerst schreeuwt dan kalkoen. Maar ik weet dat het voor veel mensen echt wel een uitdaging is om zo'n volledige kalkoen te vullen en dan ook nog uren te garen in de oven. Dus ik ga vandaag voor een gemakkelijkere optie. Ik ga een kalkoenhaasje klaarmaken. Dat is veel minder gedoe en minstens even lekker. Ik ga beginnen met de garnituur. Ik ga een aantal geroosterde groentjes maken en daar ga ik eerst mijn oven al voor verwarmen. Zo, ik heb hier een aantal aardappeltjes. Daar ga ik de schil gewoon aan laten als ik die straks ga roosteren. Dus die ga ik eerst even wassen. Die mogen eigenlijk gewoon in lange partjes. Ik heb hier wel grote aardappelen, dus ik ga ze in iets meer stukjes snijden. Ik heb hier al een bakplaat klaargezet. En die ga ik daar gewoon al over verdelen. Ik ga daar ook pompoen bij doen. Ik heb hier wel een heel speciaal exemplaar. Dat is eigenlijk een groene Hokkaido-pompoen. Dus als je dat ziet liggen in de winkel en je denkt, dat ken ik niet, zeker eens meenemen, want het is heel lekker. Maar het vruchtvlees is, gelijk bij andere pompoenen, ook gewoon oranje. Ik gebruik dus een halve pompoen en ik ga nu de schil eraf doen eerst. De schil die is er al af. En nu ga ik ook de bitjes er nog uit doen. Ik ga die ook fijn snijden in blokjes. En die mogen ook bij de aardappelen op de ovenplaat. Ik ga er nog een laatste groentje aan toevoegen. Ik heb hier kersttomaatjes. En die mogen eigenlijk gewoon in twee. Zo'n groentjes klaarmaken op een bakplaat, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. En vaak ook heel smaakvol. En mocht je daar al iets aan willen voorbereiden, dan kun je bijvoorbeeld alle groentjes al snijden. Ik heb dat wel graag, dat alles mooi voorbereid in mijn keuken staat. Het doet mij ook denken aan de kerstfeestjes bij mijn oma. Die zorgde er ook altijd voor dat in de keuken alles al klaar stond. Ik heb zo'n keertje straf gekregen samen met mijn nichtje, omdat mijn oma al toastjes had voorbereid voor bij de aperitief. Maar echt heel veel. En wij hadden daar al een beetje zin in gekregen, nog voordat het feest van start was gegaan. En daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee. Het ziet er al super mooi uit met al die verschillende kleurtjes. Ik ga daar nog wat kruiden aan toevoegen. Ik heb hier peper en zout. En ik ga er ook nog een scheutje olijfolie onder mengen. En dat mengen, dat mag gewoon met je handen. Voilà, dit mag nu 15 tot 20 minuutjes in de oven op 200 graden. Ik ga verder met het vlees. Ik ga hier al een pan op zetten met een beetje boter. Zo. En ik heb hier mijn kalkoenhaasje. Ik ga dat al een beetje kruiden met wat peper. Zout ga ik er deze keer niet op doen, want ik ga zelfs nog spekblokjes toevoegen. En die zijn natuurlijk ook al zout. Hè. De boter is heet, dus ik ga mijn kalkoenhaasje bakken. Dat is natuurlijk gevogelte. Dat moet volledig gaar zijn van binnen, dus dat heeft ongeveer 5 à 6 minuutjes nodig aan elke kant. Mijn vlees is bijna klaar ondertussen en de laatste 2 minuutjes ga ik nu nog het spek laten meebakken. Mijn vlees is klaar, mijn groentjes en aardappeltjes die hebben 20 minuten in de oven gestaan, dus ik ben klaar om te serveren. Ik ga mijn bordje erbij nemen en ik ga eerst al wat aardappeltjes en groentjes erover verdelen. Die zijn mooi zacht geworden. Dan het kalkoenhaasje nog.
En dat is mooi gaar van binnen. Onze spekjes niet vergeten. Ik ga er nog een extra smaakmaker aan toevoegen. Ik heb hier een beetje balsamico. Het past heel lekker bij onze groentjes en bij het vlees. Een klein beetje over, niet te veel. Voilà, mijn versie van de kerstkalkoen. Weinig werk aan en bovendien ook budgetproof. Het recept is terug te vinden op koolruit.be/nyam. Laat het smaken!